En het is vandaag ook precies 146 jaar geleden dat enkele Hindoestaanse immigranten voet aan wal zetten in Suriname. De nazaten van deze immigranten, verenigd in verschillende organisaties, hebben daarom wederom hulde gebracht aan hun voorouders. De herdenking is begonnen bij het monument bij de Nieuwboom tegenover het Onafhankelijkheidsplein. Daar zijn er bloemen gelegd. De 94-jarige Hari Persat Kanhai heeft 71 jaar geleden de boom geplant om de plek te markeren waar de eerste Hindustanen voet aan wal zetten op Surinaamse grond. Heel moeilijk geval, heel diepe indruk van de zaak. Het is zo dat ik had gehoord van mijn ouders en mijn vader. Toen ze kwamen, hier hebben ze gestapt. En toen, dat is met mij gebleven. Ja. Ik was 11 jaar oud. 11 jaar. En toen heb ik het onthouden dat iets moet gebeuren. Uh-huh. En toen de beurde 25 jaar heb ik die hele les gezegd. Er moet iets gebeuren. Uh-huh. Ik zei, hoe gaat het gebeuren dan? Ze hebben de koning de brief geschreven. Twee brieven, de koning heeft geweigerd. Uh-huh. De tweede keer weer een brief gestuurd, ze hebben geweigerd. De derde keer heb ik weer een brief gehad. Toestak ik mag palmatuin gaan planten. Ik zei, ik wil niet hebben, ik wil hier hebben of ik wil helemaal niet. Okay. En toen heb ik hier geplant. Ik ben van de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie, van het Dalarou-complex. Maar wij komen hier al 32 jaar, zeker. Ook als toen we lid waren van jongerenvereniging Noudjouak. En omdat er toen nog geen monument van Baba Mai was, hebben we hier altijd onze bloemen gelegd. En nu is Baba Mai gekomen, dus we leggen eerst onze traditie zetten we voort. We zetten eerst hier de bloemen. En ter nagedachtenis van onze voorouders, wat ze allemaal hebben meegemaakt, onder welke omstandigheden ze ook zijn gekomen hier, we herdenken dat. En we vieren wat we nu allemaal zijn geworden. Dus we herdenken en we vieren. En daarna lopen we dan naar het monument van Baba Mai. Soerin Gurdayal van de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie. De boom wordt keurig verzorgd door Kanhai en zijn familie. Na de bloemenhulde bij het monument bij de Nieuwboom trok men in een kleine stoet naar het monument van Bab en Mai. Ook daar is er een bloemenhulde geweest. Verschillende sprekers memoreerden de komst en offers van de immigranten in ons land. De voorzitter van de Culturele Unie Suriname, Aniel Manoret, gaf aan dat je overal de kinderen van de immigranten tegenkomt. U hoort ook vicepresident Ashwin Adin die opriep dat wij eerlijk en oprecht met elkaar moeten omgaan. Adin benadrukte dat de nazaten van de immigranten dankbaar moeten zijn. Landbouwers, advocaten, ingenieurs, doktoren, ministers en zeker onze vicepresident. Dus dat we zeggen, we zijn op de goede weg. En dat is een voorbeeld die we zeker achter moeten laten voor de komende generatie, zodat ze de dag van vandaag zeker kunnen blijven herdenken en verder kunnen ontwikkelen en werken aan ons geliefde land Suriname om op hogere hoogtes te kunnen brengen. Dankbaar zijn dat ze gekomen zijn. Dankbaar zijn dat de strijders gestreden hebben, al die helden. Dankbaar zijn aan al die voorouders, al onze Aja's, Aji's. We weten wat ze allemaal gedaan hebben. Vroeger moest je, zo men zeggen, maar Aja zei ook, nadat het contract dan trak je tegen de paas weer gedaan. De politie, kan je zitten op een jeven keer, op haar carrière. Hoe zou je verder moeten gaan met je leven? Dan kregen ze de opdracht, hoeveel grond je zou openkappen, dat uw bezit zou worden. En daar begon ondernemerschap. Want wat hebben ze als eerst gedaan? Ze hebben veel mensen bij elkaar gehaald. En ze hebben gezegd, we gaan samen dit openkappen. Ze begonnen mensen in dienst te nemen als het ware om mee te helpen en ze begonnen open te kappen. En al die gronden die we kennen als landbouwgronden zijn toen geworden van de mensen. En zijn toen in de landbouw gegaan. Waarin ze eerst onderdrukt werden, hebben ze gebruikt om hun eigen vooruitgang en vooruitgang van het land te bewerkstelligen. Vicepresident Ashwin Adin vandaag bij het monument van Baba en Mai, waar er een bloemenhulde is geweest ter nagedachtenis van de eerste Hindustanen die 146 jaar geleden voet aan wal zetten in Suriname.